je hebt net een uh, tweejarig contract, denk ik. Twee, ja, dankjewel. Uh, hartstikke blij dat ik uh, met deze mooie club weer kan verlengen en uh, ja, gewoon een uh, vooruit kan, kan gaan boeken in mijn ontwikkeling. Het is natuurlijk jouw tweede professionele contract. Uh, hoe is dat voor jou? Um, ja, eigenlijk, uh, ja, ik wist eigenlijk al maanden dat, uh, dat ik uh, zou gaan tekenen. Hier zo bij NAC. was er wel interesse. Maar uiteindelijk bereid je wel voor op dat je gaat tekenen bij NAC. En uh, ja, uiteindelijk is de ontwikkeling van mij het beste. En uh, dat weet ik dat bij NAC het best kan. Dus ja. Is dat dan ook de reden de, dat je hier blijft? Omdat je, je denkt dat je hier het best kan ontwikkelen? Ik denk het ook ja. Ik denk ook gewoon dat nou, ja, NAC is gewoon een hele grote club. En uh, ja, je weet gewoon als je hier goed doet, dan kan je een stap uh, vooruit maken naar de E-Divisie. En ik, uh, ik weet ook gewoon dat ik nog niet echt mijn echte kwaliteit heb laten zien. En dat uh, ga ik volgend jaar hoop ik wel doen. Ja, is dat ook een van jouw doelstellingen voor aankomend seizoen? Voor mij is het een doelstelling gewoon dat ik veel minuten ga maken, eigenlijk een baasspeler word. en ook rendement ga leveren in goals, assisten, dus uh, ja, ik moet meer gaan brengen. Je hebt natuurlijk het, het afgelopen jaar uh, je officiële debuut gemaakt. Wat was het voor jou? Voor jou? Um, ja, het was eigenlijk een heel leerzaam jaar. Um, ik heb uh, veel wedstrijden gespeeld, uh, begin van het seizoen weinig wedstrijden gespeeld, daarna um, echt ontwikkeld, de kans gekregen van trainer en um, ja, uiteindelijk mezelf laten zien. Toen heb ik een terugkeer gekregen en met blessures, corona. Dus uh, eind van het seizoen, minder minuten gemaakt. Maar uiteindelijk uh, kan ik terugkijken op een goed seizoen en uh, ja, een leerzaam seizoen. Wat zijn dan bijvoorbeeld punten waar je echt op hebt verbeterd afgelopen jaar? Uh, ja, vorig jaar was het eigenlijk uh, dat je zakelijk moet gaan spelen. En uh, ik ben een type die creatief is. En uh, ik moest vanuit de taken gaan voetballen, dus als een 6 of 8 positie. Dus uh, ja, ik ben vooral zakelijk geworden in mijn spel. Maar ja, uiteindelijk uh, ging het wel ten koste van mijn echte kwaliteiten. Dus uh, ik hoop dat ik uh, dit jaar gewoon mijn echte kwaliteit kan laten zien. Dus van, uh, van de kleine Sabier die op 10 jaar geleefd heeft bij NAC binnenkwam naar een, uh, een grote Sabier? Ja, hoop het wel, hoop het wel ja. Ik hoop uh, mijn echte kwaliteit te laten zien. En, uh, en uh, ja, promoveren natuurlijk met NAC, dat is ons doel. Heel veel succes aankomend seizoen en nogmaals gefeliciteerd. Dat ja, is goed, dankjewel Alex.